Zo, welkom jongens. Welkom bij Maximum Motorcycle Channel. Vandaag zijn we met Ducati Gent. En we kregen de kans om met de Nutistrada 950 te testrijden. De V4S ook. En de Supersport, de nieuwe. Dus de 59, de nieuwe. Die heeft nu 937 cc spaakvelgen voor de S. Onder de monoshock van Olings en zo. Hij heeft nu 113 pk, 96 Nm koppel. Zijn injectie is 53 mm. Er zit een tank in van een 20 liter. Hij weegt klaar voor te rijden 227 kilo. Ja. We zitten met een zithoogte van 84. Nee, dus vrij goed bij de grond. Er zit een dubbele schijf op van voor. Een enkele van achter. Maar met vier zuigers. Allemaal. Het verbruik zou iets van een 5,5 liter zijn. En de prijs, ja, een 14.300. Voor de rest, ja, eigenlijk kun je hem heel schoon vergelijken met mijn eigen Multistrada. Alleen ja, minder vermogen. Maar voor de rest is hem eigenlijk wat hetzelfde. Nee. Dus kijk. We gaan er een ritje mee maken en gaan we ondertussen de rijindruk kunnen geven. Hè. Dus, het zadel is ook anders dan bij de mijne. Dus gelijk of dat vroeger dacht ik de Enduro was, dat systeem. Moet maar een keer kijken. Dus dat heeft een S, het kleurenscherm, dat mis ik wel op de mijne. Plus de LED-verlichting zit ook in de koplamp. Hè. Dus. Nou ja, kijk. Cold start. Er zit altijd een dikke katalysator tussen. Achterlicht blijft echt knap. Ze zitten er toch een klein geroffelen. Goed, we gaan ons klaarmaken om te vertrekken en we nemen jullie mee. Kijk, de motor is al een beetje rustiger geworden. Het zijn een geroffel. Dus ja, we zijn benieuwd. Zo, dan is hij weg. Ja, we zitten dus eigenlijk met, qua gevoel, zitten we gewoon thuis, hè. Natuurlijk wel met minder vermogen, maar het gevoel. Hetgeen dat de diene van mij, dat hij veel agressiever is. Dat is logisch, hè. Maar ja, dezelfde zithouding.
heel comfortabel. Het zadel van mijn deze vind ik eigenlijk wel iets beter dan de mijne. Daarmee dat ik eigenlijk de Enduro vroeger, ja, vond die wel niet slecht, hè. Ik vond die eigenlijk beter. Maar ja, de looks, dat is dan weer minder mijn ding. Dus wat hebben we dan gedaan? Ja, de replica van Pike's Peak, die kwam dan op mijn pad. En ja, ik kon het niet laten. Kijk, de souplesse is echt zo'n zalige motto. Zijn vermogen, zolang als dat je niet echt een zotter wilt doen. Allee, hij kan dat, hè. Ik hoor niet van, hè. Maar het is niet hetzelfde. Ik ben altijd echt voor die motto's met echt een zware punch in. Maar als, zelfs als opstapmotto eigenlijk, hè. Perfect, perfecte motto, hè. Met al de systemen dat er eigenlijk allemaal op zitten. Ja, er kan weinig misgaan, hè. Allee, kan altijd van alles misgaan, maar... Ja, het is een leuke, vlotte motto. Ik zeg het ook, het dashboard. Maar ja, had ik de S gepakt, maar die vond ik toen niet. Met de kilometers dat ik wou en zo. Ja, dan had ik ook deze fenomenaal dashboard gehad. Hè. Ik zie dat echt wel 10 keer liever. Ook de koplamp. Dat is echt dan wel meer mijn ding. Maar ja, het is wat het is, man. Nog niet dat dat zo'n probleem is, hè. Dikke boel. Maar ja, serieus, dat. Zit er? Luid uitlaten. Loud pipes saves lives. Je die had er druk niet over verwacht, hè. Wel mooie scenery. Dus kijk jongens, als je echt een goede motto wil, voor Ducati nog steeds goed betaalbaar, wel dan, dan is dit hem ook. Hè. Ik denk dat dat met de supersport ook een beetje zo het geval gaat zijn. Dat zijn beide motto's waar dat je overal plezier mee kan maken. Hier even moet uitkijken. Pom, 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 pom. Mooi, veel tracteurs hier. Het windschermpje. Ik heb er ook zo nog een keer liggen. Het is veel beter. Je kunt hem ook nog verzetten. Nee, het is altijd wel beter als die lagen van mij. Maar ja, ik zie het zo graag. Hè. Ik zie het zo graag. Hè. Laat maar weten wat jullie ervan denken. Mijn allereerste rijindruk van de nieuwe is toch wel echt dat die fantastische machine weer. Maar ja, Ducati is ook wel een van mijn favoriete merken.
spijtig dat we geen eindeloos budget hebben. Maar ja, dat kan er veel vinden. Maar zeker en vast de moeite waard om een keer te komen proberen. Ik denk dat hij wel ver boven van prestaties en gevoel zit van allerlei andere merken. Als je nog maar kijkt, als je zegt van kijk, ik wil een motto voor mijn handwerk te rijden, maar ik wil er ook nog mee kunnen om toeren, ik wil een toffe motto, een schone motto, goede service, ja, totaal platje klopt, hè. Tegenwoordig met leasingcontracten, ja, je kunt van alles doen. Het is ook niet een motto dat je snel beu wordt, denk ik, want ja. Er zit pit genoeg in, hè. Hey, draaicirkel. Dat is ook is kort, hè. Wat is onze conclusie? Wil je een veelzijdige motto die dat in alle punten eigenlijk wel heel goed is? Voilà. Je hebt hem gevonden. De Multistrada 950. Deze is nu de S-spec. Je hebt hem ook nog in de gewone. Voor deze, jongens, Maximum Motorcycle Channel, out. Toen ik de eerste keer eigenlijk met de Multistrada reed, dan was ik zelf eigenlijk ontwijfeld dat ik geen 950 zou pakken. Omdat, ja, je moet kijken in de dag van vandaag van België. Ja, we kunnen eigenlijk nog iets kunnen doen. Dus, het blijft ook bijna een 1000cc. Hè. Maar ja, je 1200 heeft dan nog eens dan meer punch. Ja, dat is dan weer... Ja. De aard van het baasje, nee. Nou, ik heb dat gewoon liever. Alhoewel dat in deze, als ik nou elke dag naar het werk zou moeten rijden, dan 9 op de 10 dat ik naar deze zou pakken. Hè. Ah, kijk. We komen even terug bij Ducati Gent. Top kerels. Balanceren is ook vrij gemakkelijk op de Multistrada. De Naked 50. Weer een kloon. En we zijn weer thuis. Tot tegenstelling van de S1000R, heel gemakkelijk in neutraal te krijgen. Ook bij de 1200. Ik vind het echt wel spijtig dat een 1260 niet meer gemokt wordt. Maar... Mensen kan niet alles willen. Goed, jongens. Volgende